Ja, het bekende deuntje van de Bossenmarkt heeft weer geklonken. Dat betekent dat we vandaag weer gaan starten. Het is zaterdag, opnamedag. We gaan de Bossenmarkt op. Laat ons verrassen. Allerlei mensen die we gaan aanspreken. Ik moet wel eerlijk vertellen dat het natuurlijk niet altijd lukt om een microfoon bij iemand onder zijn neus te duwen. Alhoewel ik toch niet echt ben van het loslaten. Doorvragen. Maar er is ook wel eens een discussie over. Hè, als mensen dan tegenkomen, ja, maar jij doet dit en jij doet dat. Het is altijd uiteindelijk in overleg. Als echt iemand niet wil, dan doen we dat natuurlijk niet. En het is altijd leuk om er toch proberen van alles uit te trekken. En dat gaan we vandaag ook doen op de Bossenmarkt. Dus ik hoop dat je weer lekker gezetteld bent. Gezellig met elkaar op de bank. Heb je het vandaag op dinsdag niet gezien, dan hebben we natuurlijk altijd onze programma's in het weekend in de herhaling op de zaterdag en de zondag. En uiteindelijk, als je ook zelfs dat niet hebt gezien, dan kun je altijd naar YouTube gaan, naar kanaal TV73 en dan vind je al onze programma's terug. Nou, we gaan de mat op, we gaan kijken en we laten ons verrassen. Het is koud, maar de mentaliteit van de mat is lekker warm. Ga erbij! Is het Bossenmarkt? Tweede keer. Op deze plek? Op deze plek. Of ben je nog een beetje zwervend? Want nee, ze zijn een beetje aan het zoeken, hè, met de herindeling allemaal. Weet ik niet, maar ik heb deze plek gekregen en voor zover ik weet blijf ik hier. Oké, de Travel Man. Ja. Voor de mensen die nou zitten kijken, een beetje ter hoogte van de Kerkstraat. Als je de Kerkstraat doorloopt, standbeeld van Jeroen Bos. Tasjes, riemen, portemonnees. Handschoenen, koffers. Mutsen. mutsen mag ik niet verkopen. Ik mag alleen mijn ledenwaren. Dus daar, dat is het hele assortiment. Want is het zo? Want zijn er weer mensen weggegaan met ledenwaren of zo? Of hebben ze gezegd van nou, in diezelfde branche kan het nog wel? Er mogen een aantal met ledenwaren op deze markt staan. En dat was de plek. Ja, je hebt wel een grote stand hier, hè? Want wat praten we over? Hoe groot is het, de hele uitstal hier? Het is 12 meter. Dus dat aardige oppervlakte zo. En waar kom je vandaan zelf? Schravendeel. Dat is? Bij Dordrecht. Oh, dat dacht ik al te horen. Ja, dichter bij Dordrecht, dacht ik. Ja, nou inderdaad. Vorige week dan voor het eerst ook op de woensdagmarkt of alleen op de zaterdagmarkt? Nee, alleen op de zaterdagmarkt. En bevalt het? Ja, tot nu wel, maar dat is weinig te zeggen. Ja, het is een beetje slap hap vandaag, hè? Nou, valt mij nog mee. Als een keer wat mensen lopen, dan gaat het nog wel. En die Travelman, hè, waar is hij nou echt gewoon super in gespecialiseerd? Waar komen de mensen echt voor jou, hè? Want je hebt natuurlijk meer markten, waar komen ze voor naar jou toe? Dat zijn ledenwaren. Gewoon het totale assortiment. Niet een bepaald model dat je zelf hebt gefabriceerd? Nee, nou we hebben wel eigen lijn, maar het is met name dat omdat we gewoon eigenlijk alles hebben, dat is belangrijk. Als je met 10 portemonnees staat, dan kun je er niet van verkopen, maar als je er een paar honderd hebt, dan mensen hebben keus, mensen willen keus. En we naar beneden kijken, net doen of ik jullie niet zie. Wij zouden niet durven om niet naar beneden te kijken. Maar ze loopt door. Maar zij loopt door, maar ik niet. Ik ben echt de Bossen. Oh, zij niet dan? Jawel, zij komt van de was. Van de Westerbouwweg. Maastrichtse weg. Van de Maastrichtse weg. Ik kom even bij elkaar staan, want anders is die cameraman... Die zijn wij zo dik aan dat wij... Nee, maar hij was een beetje een soort van... beetje een split aan het maken, zag ik. We zijn dan doen gezellig op de mat aan het wandelen. Ja, altijd. Even, van de mannen verlost. Even kijken. Van de mannen verlost. Nee, joh. Wij gaan even kijken met de oogjes. Wij kijken heel vaak, maar met de oogjes... Hoe is het met jou? Ja, goed. Oké. Okay, we gaan erop. Je mag hier. Nee, doe dat nou eens. Nee, ik doe niks. Doe één keer overnemen. Kom. Nee, schat. Ja, nee. Ik denk, je gaat mij allerlei dingen vragen. Nee, ik vraag niks aan jou. Hoe is dat leven? Met mij is goed. En met uw vriendin? Of is dat uw zus? Dat is mijn schoonzus. Dat is mijn schoonzus. Ja. Al 45 jaar. Ja. En is dat altijd goed gegaan? Altijd goed. Wij zijn net als twee zusjes. Echt? Ja, echt. Dat meen ik echt. Dat meen ik echt. En met uw mens? Ja, dat is een broer van haar. Dus... Ja, maar is dat een goede mens? Ja, dat is zeker een goede mens. Wat zijn alle grootste, beste eigenschappen?
Oeh. Ja. Ja. Oeh. Oeh. Ja, hij is wel lief. Hij is wel lief. Ik als je er zo lang bij bent. Lief? Nee, maar voor de kinderen van haar, voor de kleinkinderen, voor de kinderen. Ja, want we hebben het hier echt over een hechte familie. Want in een bos spreekwoord is heel vaak, elk huske heeft zijn kruske. Nou, dat is ook zo. Maar is daar bij jullie dan ook, we hoeven het niet over te praten hoor, maar is daar ook natuurlijk wel zo? Natuurlijk. Het is overal iets. Ik kom uit een gezin van 9. 9? Ik had 9 broers en zusjes. En ja, dan gebeurt er wel eens iets, hè. Dus. Maar wordt er dan ook weer bijgelegd? Tuurlijk, als dat nodig is. En zijn alle 9 nog bij elkaar? Nee. Ja, wel, maar zijn er een deel van overleden. En dat is natuurlijk niet fijn als je... Hoe ketting is dan gebroken eigenlijk een beetje, hè? Als dat zeg je wel mooi, ja. Ja, maar dat is ook. Dat is ook, ja. Als er eentje begint met af te vallen en dan de volgende en dan de volgende en dan, ja. Beangstigt dat ook? Ja. Want ik ben nou zo gezegd de oudste van de... Dus je staat eigenlijk in de volgorde op... Ja, ik ben ook aan de beurt, hè. Ja, dat hoeft niet, hè. Mijn man valt achter haar, dus ja. Dus dat bedoel ik niet zo, maar het is natuurlijk wel gegaat wel denken van... Oeh ja, kan mij nog... Het is allemaal relatief, hè, alles wat we doen, hè. Dus eigenlijk kunnen we maar het beste van het leven maken, want het is zo voorbij. Dat doen we wel, hè. Wij gaan nog uit, wij vieren nog carnaval. En wij zijn iedere dag bij de... Iedere zaterdag komen wij koffie drinken samen met z'n vieren en wat een borreltje. Gaan we dan samen ook wel eens op vakantie? Altijd. Met z'n vieren? Altijd. Waar gaat dan naartoe? Naar Mallorca, naar Spanje, naar waar het ook uitkomt, wat we leuk vinden. We gaan altijd met z'n vieren. Altijd. En het is altijd goed gegaan. En nooit gezeik. Een beetje geven, een beetje nemen. Nooit geen gezeik. We hoeven met elkaar niet eens te zijn, maar we kunnen ook uitpraten. Hè? Dus morgens van, waar zijn de plannen vandaag? Nou, de ene keer zeggen hun wij, de andere keer zeggen wij. En dan komt altijd goed. Een borreltje erbij. En doet het dan ook topless op het strand? Ja. Heb ik ook gedaan, maar doen we nou niet meer. Waarom niet? Als je 71 bent, kan dat niet meer. Dat kan wel, maar dat doen we niet. Nee, het kan wel, hoor. Nee, want dan denken de mensen dat ze in Berg en Dal zitten. Ja, dit zijn ze. Nee, dit zijn ze. Nee, dat doen we niet meer, maar we hebben het gezellig. Ja, en dat is belangrijk. Dat vind ik ook. Ik ben 50 jaar getrouwd geweest, dus kan niet missen. Zo. Oh, we gaan hard, hè? Het is nou weer, we zitten nu weer een paar weken voor carnaval. Het is net of elke keer als ik knillen zie, dan ben ik weer een jaar ouder. Ook dat. Maar ik vind het heerlijk om carnaval te vieren. Wat is uw favoriete plekje? Kroeske? Paternoster. Oké, met carnaval ook gezegd. Maar is dat niet heel erg druk binnen? Hij is overal druk. En kennen dan nieuwe mensen nog wel vinden? Oh, die vindt mij wel. We hebben sleutels bij, dus we kunnen ook naar huis. We hebben een portemonnee, we hebben een sleutel. Die vindt mij niet. Dus jullie hebben het eigenlijk gewoon heel goed voor elkaar. Ja. We hebben een goed leven. Wij hebben een goed leven. Ik durf te zeggen dat ik een goed leven heb. Moet er wel iets voor doen. Moet zelf de slingers ophangen, hè? Ook dat. En zelf een beetje in de rij blijven. Niet achter de geraniums gaan zitten. Dus, nee, met uw 71 ben je toch echt toch wel lekker, gewoon een lekker jong. 71,5, hè? 71,5, sorry hoor. Ik kwam al vroeger bij, maar is weer iets anders. Bij mijn opa. Wij hebben een geweldig caféke vroeger. De Pandarosa Bar, Boerkeroos. Och, heerlijk. Ik hoor dat heel vaak, als ik op de mat loop, dan hebben ze het altijd... Zulke aardige, lieve mensen. Ja, daar heb ik daarvan, hè? Nou ja, dat zijn jouw woorden, dat durf ik niet te zeggen, zo goed ken ik jou niet. Maar ik kwam graag in de café. Ja, leuk hè. Ja, ik hoor heel vaak als ik op de mat loop, want onze opa die heeft dan een café gehad op de Zuid-Willemsvaart. Ooit begonnen als de Noordbrouwbar, later werd het de Pandarosa Bar. En de woning ook de Zuid-Willemsvaart. Ja, en later werd het Boerkeroos. Naast het hotel? Naast de houthal. Die is er toch niet meer, de houthal? Nee, maar daar woon ik naast. Daar woon ik al 37 jaar, dus. Ja, dat gaat ook veranderen daar hè, die houthal. Wat gaat er dan gebeuren precies? Ja, er schijnt een heel nieuw park aan gelegd te worden en boten en water. Je komt nog op stand te wonen. We hadden het net over aan de koffie, hoor. Je komt op stand. Nee, maar wij hebben het een fijn leven. Ja. Was jullie je favoriete uitspraak? Leven en laten leven. Ja. Daar vind ik het mooi. Zullen we het daarbij houden? Ja. Vrouwkes? En we gaan lekker op stap en we gaan nou ook weer een borreltje vatten. Oh, nou een borreltje. Hallo. Vanavond ook weer. Leven al hoor, dat is de beste. Nou, veel plezier. Goed. Ik knip er een hoop uit, hè? Ik knip niks, ik ben Nico Hoppelman niet. Nee, even handje. Waar gaan we naartoe? Naar de kroeg. Ook al. We hebben die oude vrouwen. Nou, die oud niet, maar we hebben die vrouwen op leeftijd toch allemaal? Ik ben 80 dus. Echt? Niche. Ja, wel. En gaan we nou echt naar de kroeg nou? Nou, daar komen wij net vannacht. Van waar dan? De Keulse Kar. Ah, daar ben je geweest? Yes. Dat was gezellig. Ja, maar even hoor. Oké.
Waar zit uw haar mooi? Maar dan gaat ook sliep, ze komt eruit door. Zeg, ik moet allemaal achter u aan en je loopt elke keer van mij nou, weg. Ik ben nog vlug, hè? Je bent zeker vief, maar ben je echt 80, meen ja, je dat echt? Echt. En ben je nou... 37 dus, bouwjaar 37. Bouwjaar 7, een oldtimer. Ja. Ik zag net, want je was net met iemand, hè? Ja, mijn vriendin. Oh, dus een vriendin of een vriendin... Nee, ik ben niet lesbisch. Oh, dat wou ik, ja, nee, ik denk, vraag. Mijn man is 20 jaar dood, dus. Oh ja. En hun vrienden nou pas. Oh, en dat, dan gaat het met elkaar. En hoe lang ben je al vriendin dan? Al 20 jaar. Of langer, 21 denk ik. En jouw man is 20 jaar overleden? Ja. En hoe zijn die 20 jaar gegaan dan? Ja. Komt er dan wel eens iemand anders tegen waarvan je denkt, van ja, ik voel nou, toch een bel een kriebeltje of niet? Ik heb nou een andere. Serieus? Serieus. En hoe oud is die? 85. God. Dat is een broer van mijn vriendin. Oké. Okay. Maar hoe moet ik dat dan zien? Is er dan een ander soort liefde als die je ooit gekend hebt? Is dat... nooit de andere liefde die ik gehad heb. Nee, hè? Dat kan niet, hè? Nee, deze. Want hoe lang waren jullie samen? 45 jaar. Van mijn 15 tot... Van uw 15e? Toen woonden wij al samen. Op uw 15e woonden ja, samen? Ja, want hij was bij ons thuis. Hij woonde op kamers bij jullie? Nee, gewoon thuis mee eten. Bij ons thuis mee eten. Maar vonden ze dat thuis goed? Ja, als dat jij... vonden ze wel goed. Toen was jij 15. Weet je. En ik was 20 toen ik trouwde en ik was 60 toen ik stierf. Dat was de snor. Ja, jouw man? De snor? Een bossenaar? Nee, het Vorstenbos. De snor? Ja, wij hebben een kroeg gehad in Schijndel, dat heet ook de snor. Oh, er zitten heel veel mensen uit Schijndel te kijken, die zullen jou dan wel kennen. Ja, ik denk het wel. Ik ben Dientje van de snor. Dat Dientje van de snor? Ja. Dientje van de snor, waar zat dat? Ik ken best wel veel. Ik heb vroeger ook nog in Schijndel gedraaid bij de Lascar. En, ja, wij zaten over spoor als je naar Rooi rijdt, aan de linkse kant. Oh, daar ja. Dan had ik 8 jongens in de kost en een klein kroegje. Dus je hebt een zwaar leven gehad, want die horeca, dat was niet niks. Ja, ik werk graag. Ik werk daar nog. Dus. Echt? Ja, maar je bent wel een voorbeeld voor ouderen. Ik zou op hoge haakjes, je gaat daar nog de marathon lopen. Ja, dat kan wel. Je bent er niet aanschijnlijk komen lopen hier naartoe. Nee, gelukkig. Dat niet. Nou, gaat de vriendin maar weer zoeken. Nou, je zet hem op, hè? En niet zoveel de kroeg in, hè? Nee, want ik hou in de gaten. Dan ben ik 80 voor geworden. Zo is het. Houdoe. Hou je van patat? Lekker. Nou, doe je wat patatkruiden eroverheen gooien, zet je ze in de ronding, in je magnetron. Hoe lang dat erin moet, staat op de doos. Ben je thuis, kijk je op de doos en weet je het niet meer? Waar kijk je dan? Op de doos. Op de doos. Nou, dat is mooi, hè? 3 minuten 800 watt, is het klaar, komt het eruit. Ik heb nog voor jou, even kijken. Een beetje appelchips, die heb ik vanochtend gemaakt thuis. Proef maar, dat is super lekker. Appelchips met een vleugje kaneel. Jonge dame, alsjeblieft, super lekker. Nou, wat gaat het kosten? Heb je veel geld of weinig geld? Huurhuis, koophuis, villa? Huurhuis. Ja, dan wordt het goede koper voor je. In Amsterdam, hè? In Amsterdam, dan ja. Wordt het duur. Dan wordt het wel duur. Die hele set kost bij de Bijenkorf en de Blokken vanaf 1 februari 20 euro. Hoop geld, hou je vast. Wij promoten het hier op de Bossenmarkt voor maar 10 euro. Die hele set compleet mag ook in de vaatwasser. Ga je wel eens op vakantie? Tuurlijk. Tuurlijk, dat komt mooi uit. Vanaf 1 maart zijn wij te koop bij Schiphol, bij de gate, via See You My By Fly. Krijg je die tassen vandaag nog eens gratis bij. Helemaal compleet voor maar 1 briefje van 10. Als je daar nog over twijfelt, dan gaan wij niet uit eten in een Michelinsterren restaurant, want dan vind je ook niks. Kom je wel eens in een Michelinsterren restaurant? Nee. Nee, dat moet je ook niet doen ook. Want als je dit niet lekker vindt, moet je daar niet komen. Ja, ja. 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 Ik durf bijna geen eten te zeggen. Nee, dat is ook de bedoeling. Wat zeg je nou? Je durft bijna geen eten te zeggen. Nou, hij vertelt het wel mooi. Hij vertelt het heel mooi. Hij vertelt het wel vol... Echt een pakkende tekst. Een pakkende tekst. Het is echt ook Bourgondisch zoals hij doet, hè? Ja, zeker. Hij zet het wel mooi. Ja. Nou, en maar je hebt er eentje geproefd. Hoe smaken ze? Ja, ze smaken echt wel heel lekker. Ja. Maar ik vind er wel iets in. Die appelkaneel. Die was het lekkerst. Ja. Die was wel lekker. Koop je normaal in de winkel? Klein zakje als gedroogd fruit. Ja, klein zakje appelkaneel, ja. Appelkaneel, gedroogd fruit, betaal je 4 euro voor. Is altijd op. Ga maar naar Ja, en dan kun je hem zelf maken. Het is altijd leeg. Ja, nou maak je het zelf. Maar wat ga je doen? Ga je over tot aankopen of denk je er nog even over na? Ik denk er nog even over na. Oké. Okay. Maar
vrouw denkt al jaren over ons twee jaar. hij wil niet met me praten. Hij wil dus niet door die microfoon praten. Maar ik zal even herhalen wat hij zegt. Moet je niet doen, meid. Mijn vrouw denkt al jarenlang over ons twee na. Ik ga even kijken of ik het ook kan. Ik ga even stand werken. Ik ga het wel even voor hem verkopen. Kijk, we hebben de chips nu. We hebben een minuutje of vier in de magnetron gezeten. De aardappel is gesneden. Dunne plakjes. De complete set die staat hier. Wordt gesneden. Je zet ze eigenlijk om en om zet je ze erin. In de magnetron. Ja, en belangrijk. Zonder vet, zonder olie, hè, dames en heren. Normale chips in de winkel. 30% olie, 35% vet. Veel calorieën, 550 calorieën. Microwave chips, 100 gram, 0 olie, 0,1% vet. Zit altijd een tikkeltje vet toch nog in. Maar wel bijna 70 calorieën. Dat is wel goed, want ik ben aan het lijnen. Ja, dan heb je het zeker wel nodig. Als ik naar jou kijk. Nou zeg, ik denk ik ga gewoon heel aardig voor je. Kom zeker naar Tilburg. Ja, zeker. Ja. Nee. Ik vind dat je een heel mooi product hebt. Of je nou wel aan de lijn bent of niet aan de lijn bent, je moet gewoon op je eten passen. En dat is heel belangrijk. Geen E-nummers, geen calorieën, daar gaat het gewoon om. Weet wat je eet. Die fabrieken die gooien er maar wel in. Daar moet je mee stoppen. Je moet baas over je eigen lichaam zijn. Ik ben nog steeds geen baas over mijn eigen lichaam. Ben baas over je eigen lichaam. Nou, ik zal je vertellen wat die fabrikanten doen. Er zit een, wat je zegt, die E-nummertjes. En de eigenschap van een E-nummer is dat je, als je één chipje uit je zak pakt, dat je die hele zak wil opvreten. Dat geeft een seintje aan je hersens. Dit niet. Dit is een natuurlijk product. Een aardappel die komt gewoon uit de grond. Natuurlijk product. Je gooit er even wat verschillende kruiden overheen, welke je lekker vindt om te doen. Voor degene thuis die denkt dat het niet knapperig is. Nou, dit gaat door merg en been heen, zo knapperig. Ja, dit is heel knapperig. Allemaal uit je, uit je magnetron. Ja. Ja, lekker hoor. Geweldig product. Ik hoop dat je er volgende week weer staat. Ik ben er, meneer. Ik vind het leuk dat ik u heb leren kennen. Je bent een mooi mens. Je hebt een baard. Ik heb een baard. Ik heb een baard. Ik heb een hele grote baard. Ik heb meer baard dan jij. Ik heb niet zo'n grote baard. Keuken. Moet je voelen. Zo. Hij heeft ook een minder baard. Zeg je de tweeling? Ja, ik ben een tweeling, ja. Ik ben een tweeling. Jij ook? Ja, dat klopt. Dat is allebei? Ja, dat is echt tweeling. Oké. Okay. Ga eens eventjes met de gezichten tegen elkaar aan staan dan. Nee, we hebben echt de wangen tegen elkaar gewoon. Wangen? Zo. Wie is de oudste van jullie twee? Ik. Hoeveel ouder ben je? Dat weet ik niet. Is dat gewoon een paar... Een paar minuten. Ja, nou ik zou eerlijk vertellen, in de jaren 70 had ik zoveel apparatuur en we wisten niet dat wij tweeling hadden. Ik denk dat echt één je had. Ik was een dwarsligger. Ja. Ja, maar nog steeds? Ja, nog steeds. Oh, het is echt waar? Ja. Dus welk jaar, van welk bouwjaar zijn jullie? 71. Dus in 71 was moeder zwanger? Ja. En niemand wist... De technologie was er toen niet zo uitgebreid zoals het dan tegenwoordig nu is. Dus je dacht, er zit er maar eentje in? Er zit er maar eentje, maar ik was een dwarsligger. Dus jij was buiten en toen zeiden ze tegen moeder, blijf nog maar even liggen. Juist. Zal ik je zijn geheim verklappen? Wel. Dat is bij mijn vrouw ook gebeurd. Ja? Ja, is er ook een van de tweeling. En dat was precies hetzelfde, dat was in 1967. Ja. Dus, hè, dat is echt precies hetzelfde gebeurd. Ja. Anders was ik niet gekomen, hè? Had het zo lang moeten in blijven zitten. Nou, maar wel lekker warm. Ja, dat ook wel. Ik noem het een Kun je nog iets herinneren van die tijd? Wat een? Dat van die tijd van je geboorte, kun je er nog iets van herinneren? Nee. Helemaal niet. Nee. Dat er moet plassen, weet ik ook niet, hoor. Dus, nee. Oh. Hey, want ik zie jullie wel eens in een bos lopen, natuurlijk, hè? Ja. Wat doen jullie? Werken jullie? Wat doen jullie? Ja. Zeg het maar. We staan mijn vriendin. Nou, dat werd eigenlijk niet mijn vriendin. Wat? Mijn vriendin. We wilden echt een beker halen voor. Nou, over... nee, wat voor werk doe jij dan? Wat voor werk doe je? Corunum. Bij de pottenbakkerij. Bij Corunum? Ja. Je bent een pottenbakker? Ja. En jij? Ik ben. Ik werk in Waalwijk bij de wasserij voor de zorg. Oké. Okay. Ja. Je houdt het in dat het vanuit het bejaardencentrum raast, dat is een mooi woord. Wordt het dan de wasser dan opgehaald en doen wij wassen. Dat is ook raar, maar wat vind jij dat hij potten bakt? Wat vind jij daarvan? Nou, ik heb het altijd grapjes over gemaakt, hoor. Noemt er eens één? Ja, sorry dat ik het kammetje wat knippen, hoor. Toen noemen ze een crematie voor lesbische vrouwen, pottenbakkerij.
zo, ja. Dus jij werkt bij een bakkerij voor lesbische vrouwen? Dat dan niet. Dat dan niet. Het is een pottenbakkerij, zeg je toch? Ja, dat klopt. Hé, maar wat vind jij dat hij in een wasserij werkt? Hoe vind je dat? Ja, dat heb ik begrepen. Ben je een beetje met je, heb je slechte gehoor? Ja, dat klopt, maar ik begrijp het wel, maar ik moet even nadenken. Oh. Hij is een harddenker. Ja, hij is eerst... Wie is de slimste van jullie twee? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Dus eigenlijk niet te meten. Dat is echt niet te meten. Is onmeetbaar. Onmeetbaar. Nou, wat er het over werd, het is... heeft een gelukkig goede baan gevonden. Ja, ja, ja. Maar ja. Jullie zijn altijd, ik zie jullie altijd samen ook. Ja, maar altijd, ja. Nou, wonen jullie ook samen? Nee, jullie wonen niet samen, of wel? Nee, we werken niet samen, want hij... Maar wonen? Ja, we wonen nog wel. Ja, ja, ja. In Vlijmen? In Vlijmen, ja. Dat is denk aan terug aan die pa te vallen. Ja, want ik heb jullie pa een keer met dat hij zo'n miniatuur... ja, klopt. Wat was het? Een station of wat was het? Nee, het de hotel. Hotel Noord-Brabant had hij gemaakt, hè? Ja. Van in miniatuur. Ja, ja, ja. Ah, dat weet ik nog wel, ja. Hij is wel iets bijgewerkt, hoor. Hij is een stuk bruiner van de zon geworden. Jullie pa? Nee, normaal als het dat daar hout op in de zon ligt, staat, dan wordt het dan beter bruiner. Oh, zo. Ik dacht, jullie pa is bruiner geworden van de zon. Nee. Het hotel Brabant. Ja, leuk. Nou, nog een lekker wijf. Ja, dat is waar. Ja, een lekker wijf. Het staat achter het... Oh, daar. Van wie is die? Van mij. Is dat jouw vrouw? Nee, dat is niet mijn vrouwke hoor, dat is mijn vriendinneke. Ja, vriendinneke? Ja, dat is een mooie vrouw. Zeker, je hebt goed geschoten joh. Ja. Non de je. Niet geschoten is altijd mis hè. Ja. Zo is het. Zeg, jij bent de vriendin van Edgar. 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 Hebben jullie wel eens de scène van de Titanic nagespeeld? Nee. Dat moet je doen man. Dan ga je zo met je armen wijd staan. En dan gaat Edgar erachter staan en dan roept hij... I'm the king of the world! Zullen we het eens doen? Dat is de eerste keer, dat is mooi. Ja. Zal ik hem voordoen? Ja, oké, okay. Armen wijd. Ja? En het muziekje komt er nou onder van de Titanic, Adrie. Dus het muziekje draait nu. En dan kijken we nu samen naar Edgar, richting Edgar. Ja, en dan zeg ik... I'm the king of the world! I'm the king of the world! Ja, Edgar, nou jij, kom. Kom op, hè. Ik ben nog maagd. Nee, jij bent geen... Nou, kom. Oké. Okay. Nee, je moet even op de middel vastpakken. Ja, oké. Okay. En I'm the king of the world. Komt je? Even, oh, stop. Eerst muziekje. Muziekje, start, actie. Bij 5, 4, 3, 2, 1. Titanic, komt-ie. I'm the king of the world. Niet te hoog houden. Nog een keer. Take 2. I'm the king of the world. Goed zo. Ja, doe maar. Doedeloe. Zo te zien ben ik de burgemeester van Gaastel. Geweest ooit. Echt? Echt. Nee, je liegt dat je zwart ziet. Maar ben jij van een geboorte? Want ik hoor u langskomen. Nee. Ik denk, daar spring ik even in zijn nek. Maar ben jij van geboorte Gaastelenaar? Nee. Waar dan? Waar dan? Uit Leien. Weien? Leiden. Leien. En waarom dan naar Brabant? Nou, waarom? Mijn vader die zat hier in militaire dienst. Oh, dus je bent als kind meegekomen? Ik ben als kind meegekomen in 1954. Nou, dat is wel geluk hebben gehad, want toen ben ik aan jouw schatje tegengekomen. Toen ben ik bij Matje tegengekomen, ja. Ja, ze is nou vooruitgelopen, hè? Ja. Zal helemaal niks met haar te maken hebben. Nou wil ik niet te hard roepen. Nee, hè? Nee. Roep het zachtjes dan. Waar is ze eigenlijk? Ja, als jij ze ziet, dan zie ik ze ook. Heeft ze de portemonnee meegenomen? Ja, die heb ik je bent hem kwijt, hè? Nee, ik heb hem niet. Oh, nou, dan is er niks aan de hand. Dan kunnen ze lopen wat ze willen. Dat maakt niet uit. En ze maken het toch op, dus. Wat is het mooiste in Gaastel? Het mooiste. Ja, dat centrumplan, daar is natuurlijk in de puinhoop. Nou gaan ze eindelijk een keer beginnen, volgens mij, hè? Ja, daar zijn ze mee bezig, maar ja. Een langdurige kwestie. Nogal, 30 jaar, denk ik. 30 jaar, niet normaal, hè? Nee, dat is echt niet normaal. Maar wat is nou het mooiste aan Gaastel? Dat is weg. Wat dan? Afgebroken. Wat dan? Het mooiste, oude postkantoor. Oude gebouwen? Ja. Zunde, hè, echt. Dat is gewoon zund. Nou ja. Ik vind het wel mooi om een Leiden naar Gaastel te praten. Ja, maar ik ben Brabander. Je voelt u eigenlijk Brabander? Zeker weten. Nou. Ik moet nog over even kijken. Al bijna 70 jaar in Brabant? Nou, 70 jaar, dat ben ik nou net dus. Oh. Maar tel er maar 7 vanaf. Oké, okay, dus je woont al een dikke 60 jaar in Brabant? Ja. Okay. Ik zou nergens anders willen wonen. Nergens. Nergens? Boven de rivieren helemaal niet meer. Nee? Nee. Want er zit natuurlijk wel een hoop familie. Ah, die zijn allemaal dood. Nee, dat toch niet. Niet? Nee.
Maar er zit wel familie nog jou. Ja, ja, ja. Maar daar ga ik niet jaren naartoe. Ik ben mooi thuis bij mijn kleinkindjes. Kijk, daar is, je houdt het lekker gewoon rondom de kerk. Dat is leuk. Zeg, ja, jouw vrouw die is doorgelopen, dus daar kunnen we nou eigenlijk niks mee. Maar zou ik eens iets willen zeggen? Want dit wordt natuurlijk nu uitgezonden. En misschien hebben we wel iets leuks voor haar. Hoezo? Nou, gewoon misschien even een leuke, iets leuks tegen een vrouw. Hij durft het niet. Hij durft het niet. Handig. Handig, maar hij zei eigenlijk gewoon tegen mij, ik hou van haar. Dus dat heeft hij, hoe heet ze? Sjan. Sjan, dat heeft hij gewoon eigenlijk tegen jou, hè? Dat is gewoon heel eerlijk. Ik zal het wel zeggen, Sjan, hij houdt van haar. En daar heeft hij helemaal bijna niet voor... 47 jaar en daar heeft hij helemaal niet voor hoeven te leien. Nee, dat zal niet zeggen. Hey. Hado. Hado, waar? En we zijn er nou aan het doen met uw scootmobiel. Ja, ik heb een hersenpark gehad, hè. En ik heb 2 maanden in coma gelegen. Echt waar? En nou, die benen en die armen... Die willen niet zoveel meer. Dus de 4-daagse gaat er niet lopen? Nee, kan ik niet meer. En wie heb je bij je? Dat is mijn zoon. Die moet je ook gekend hebben. Ja, maar toen was hij nog niet geboren. Jawel. Hoe oud ben jij? 42. Ja, dat waren echt klein, hè? Ja, dat was Heideroosje, dat was toch op de... Op de Hambaak, hè? Ja. Ja, Radio Heideroosje, jongen. Maar wel aan de eer. Toen was ik denk, jij was 3 denk ik of zo. Een jaar of 3, 4. Wie, ik? Ja. Denk het ook. Kun je niet meer herinneren? Nee. Nee, kun je nagaan. Ik kan me wel herinneren dat ik op de Hambaken gewoond heb. Maar hij zegt, ken ik hem niet meer? Ik zeg, ja, dat is 40 jaar geleden. Nee, voor mij is het 35 jaar geleden. Waar heb je gewoond dan? Nee, ik draaide bij hem op die radiozender. Oh, bij mij op de radiozender. Ik ken je ook niet. Met Jan Bertussen. Ja, oh, een tijd, hè. Ja. Hij heeft er nog plezier in. Kijk, daar kijk ik hem lachen. Ik heb altijd plezier in. En dan vatten ze niet meer af? Nee. Ik word nog 100, hoor. Zo is het. Als je dat maar goed doet. Juist. Maar als je maar geen 100 rijdt. Nee. Met dat ding van hem. 17 km per uur. Ah, daarom. Maak eens een wheelie. Ja. Nou, wij gaan weer door, jongens. Hey, fijn weekend. TV, ja, dit komt op tv. TV 73. Die kunnen wij niet ontvangen. Waar woon je dan? Meppel. Meppel? Ja. Waar ga je nou een Meppel doen? Ja. Is het serieus? Dat is mijn vriendin. Meisjes. Je woont in Meppel. Geboren en getogen. Geboren en getogen in Meppel. Ja. Klopt. En hoe kom je aan die vent van jou dan? Ja. Of heb je elkaar op internet leren kennen? Ja. En wie vond wie? Samen. Nee, samen. Dit is er eentje die voor het eerst gereageerd heeft. Ja, dat weet ik niet meer. Nou. Jij weet het al. Vrouwen weten alles. Die weten zelfs nog de datum dat jullie elkaar hebben ontmoet. Wat was de datum? We zijn 28 juni 2008 bij elkaar gekomen. Hier, zie het nou. Ja. Jongen, waardeloos. Ja, mannen zijn, hè. Ja. 28 juni 19... 2008. 2008. Ja. Een mooi taaltje, hè? In Scheveningen. Was dat in Scheveningen? Ja. Oh, dat was de eerste date in Scheveningen? Ja, klopt. En heeft hij toen uit eten genomen? Gewoon heerlijk een dagje Scheveningen. Ja, lekker op het strand. Ja. Ja, dan weet ik wel waarom hij dat deed. Hij wou je natuurlijk een bikini zien. Nou, kom maar niet over verder praten. Nee. Uit de woorden eens even, oh, trouwens, zet die oorapparaatjes eens uit. Nee, dat doe ik niet. Nou, hey, nou ja, leuk schoon dochter, hè? Ja, maar dan bent uw zoon wel kwijt, is naar Meppel. Ja, nou, ze komen dan naar mij, toch? Ja, dat is ook weer zo. Kan je dit ontvangen in Meppel dan? Ja, uiteindelijk wel, hè, op uitzending gemist, hè, YouTube TV 73. Ja. En dan... wanneer wordt het uitgezonden dan? Nu? Hm. Het is nu dinsdag, het is nu dinsdagavond. Oké, gaan we dinsdagavond kijken. Wat is dinsdag? Oh, ja. Nou, weet je, het is heel verwarrend. Nee, voor de mensen thuis, we nemen op zaterdag op, maar we zenden het op dinsdag uit. Oh. Gaan we dinsdag? Ja, dat maakt het niet uit. Je kunt het toch niet ontvangen? Tuurlijk wel. Nee. Jawel. Nee, dat kun je niet ontvangen. Jawel hoor. Waar dan? tv73.nl. Nee, .tv. Oh, .tv. Jongens, we gaan verder. Kom ik mijn moeder tegen met een vreemde vent? Ja, nou, maar dat... Wat doe jij met mijn moeder? Nou, ik gooi gewoon een beetje op visite. Echt? En als ik jou in een gezin zo van, ah, nulig, hè. Maar bij mij is gewoon, zijn goede mensen. Ja, maar waar is ons pa? Hè, die is binnen. Waar? Thuis. Ja, waarom? Want hij was zo strak en al op de mat.
Ja, met de scootmobiel, hè. Ze zeggen dat je hier op de markt was. Ja. Ja. Heb je hem niet gezien dan? Nee. Dan weet ik het niet. Nou, maar verder... Hebben jullie zin in een bakje koffie? Ja, alsjeblieft. Zal ze een bakje koffie gaan drinken, ma? Heel lekker. Kijk, ze is mijn moeder. Als moederke. Ze wordt steeds kleiner. Ja. Het jong. Ja, maar daar zijn. Dat is mijn vriendin. Hey, je doet je handen bij mijn moeder. Kom. Hey, jij je zin in een mondje te houden? Niet te amicaal, hè? Het ook kip. Dat is onze huisvriend. Oh, ja. Oké, okay, maar ik ben met jou in een keer met je uitdaging. Jij bij mijn drummen en ik, dan kom ik naar jou. Lekker drummen, ja, bij mij. Ik kan veel beter drummen dan jij. Ja, nou, dan zullen we nog wel eens zien. Ja, dat zullen wij nog wel eens zien, ja. Dat zullen wij nog wel eens zien. Ja, dat zullen wij nog wel eens zien. Ja, zeker te weten. Dat zullen wij nog wel eens zien, ja. Oh, ja, ja. Ja. Hoe kan dat? Kom dan, jongen. Oh, jongen. Kom dan, we gaan drummen. Kom, we gaan koffie drinken. We gaan gewoon koffie drinken. Ja. Kom, man. 2 uur bij taxi. 2 uur, oh, dan halen we wel. We gaan even koffie drinken, kom. Oh, meneer. Ja, ik had al gevraagd hier en daar. Ja, we zijn er weer doorheen. We hebben leuke gesprekken gehad. Altijd verrassend. Mensen die laten dan... Dat is ik zelf ook wel eens heel vaak van versteld. Hè. Dan staat die camera uit en dan zeg ik... Nou, heb je best wel veel over jezelf verteld. En misschien zijn bepaalde zaken toch ook wel eigenlijk privé. Vind je het goed dat we het uitzenden? En dan zeggen ze, nou, doe maar gewoon. Dat is leuk. Geen problemen mee. En dan denk ik, wat leuk hè, dat ik dan toch van mensen het vertrouwen krijg om dingen te horen die ze in hun dagelijkse bestaan meemaken. Leuke dingen, minder leuke dingen, verdrietige dingen, lachwekkende dingen. Ja, dat is eigenlijk de Bosse Mart, daar is het allemaal op gebaseerd. Nou, volgende week dan maar weer eentje hè, om de gezelligheid in de Bosse huiskamer te krijgen. En niet natuurlijk alleen in de Bos, maar ver daarbuiten. Want we zijn voorbij Os, voorbij Best, voorbij Drunen en voorbij Haren-Oosterwijk in het hele gebied. Dat is TV73. Wat ik ook heel opvallend vind, is dat er heel veel mensen uit Os naar ons kijken. En ik wil ook tegen die Ossenaren zeggen, jongens, hartstikke fijn. Zou het een keer leuk zijn, maar dan moeten jullie maar een e-mailtje sturen. Zou het een keer leuk zijn om bijvoorbeeld een keer zo de Ossenmarkt te gaan doen. Om te kijken wat de verschillende zijn. Kijken of ik die Ossenaren ook aan het praten krijg. Zo van, ome Joep in de rode boet gewonnen, stootsloterij. Als je dat wil, dan wil ik dat best een keer doen. Maar dan moet je me wel een mailtje sturen. Dan doe dat maar gewoon naar info@tv73.tv. En dan kijken of we een keer de Ossenmarkt kunnen gaan doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Houdoe.